Klaas, gefeliciteerd met deze verdiende overwinning. Dankjewel. En ik denk dat het er meer dan een terechte overwinning is, waarbij we fantastisch uit de startblok gekomen. Uitstekend spelen de gehele eerste helft. Zwaar bovenliggende partijen zijn. Pech hebben dat we twee keer de paal raken. Kansen creëren. En dat het echt de 0-1 met rust een magere afspiegeling is van de verhoudingen op het veld. Ja, hadden jullie de wedstrijd op het eind in slot moeten gooien? Nou ja, ik zeg al, als de 0-1 bij rust slechts een magere afspiegeling van de wedstrijd is, dan denk ik inderdaad dat je, en het is wel een leuke woordspeling hier vandaag in Alkmaar, dat je hem inderdaad op slot moet gooien. En uiteindelijk krijgen we in de tweede helft ook nog een aantal mogelijkheden met Giovanni Bündner. En uiteindelijk in de 88e minuut met Dennis van der Heijden de strafschop die er gewoon in moet. En dan is het klaar. En nu is het nog billen knijpen. En vaak zie je dan in zo'n wedstrijd dat je dan in de slotfase nog een tegendoelpunt gaat incasseren. Nou, dat is ons gelukkig bespaard gebleven. Was ook niet terecht geweest. Echter, geeft mij weer aan hoe moeilijk het is om te leren te winnen. Winnen is echt iets wat je moet leren. En daarvoor zul je echt alles uit de kast moeten halen. En schiet Dennis van der Heijden in de 89e minuut de strafschop binnen, dan ben je met 2-0. En dan zegt iedereen, prima overwinning, zakelijk, degelijk. Op het eind misschien wat billenknijperig, maar niet in de problemen geweest. En nu blijft het tot het laatste fluitsignaal moeilijk. Desalniettemin, meer dan terechte overwinning voor Topos. Tevreden, met name het eerste uur wat ik gezien heb. En als je 6-7 kansen hebt gemist, dan weet je dat het altijd een keer verkeerd kan vallen. Dus, Rick, gefeliciteerd. Eindelijk weer een overwinning. Ja, dankjewel. Dat is wel waar we voor kwamen vandaag. En dat hebben we goed ingevuld, denk ik. Goed begin. Zeker een hele goede eerste helft. En dan moet je denk ik al uitlopen, zodat het niet zo spannend meer wordt op het eind. Ja, jullie starten fantastisch. Twee ballen op de paal. Jullie kunnen nog een aantal kansen wedden. En dan scoorde 0-1. Hoe is het dan om na zo'n lange tijd weer een goal te maken? Ja, is altijd lekker. Ik maak hem dit niet zo heel veel. En als ik ze maak, dan zijn ze ook niet zo mooi. Maar vandaag was het ook weer een goal die lekker binnenviel, zeg maar, met heel veel geluk, denk ik. Het was niet de mooiste, maar wel precies wat we nodig hadden vandaag. Ja, jullie zijn nu 3 wedstrijden omgeslagen. Dat laat wel zien dat jullie in een goede flow zitten. Ja, maar dat wist ik al. We waren in een betere fase. We spelen beter, we spelen aantrekkelijk, we spelen met druk vooruit, we spelen goed voetbal. Nou, nogmaals, dan moet je scoren om de wedstrijden te winnen, eerder te beslissen en 3 punten binnen te halen. En ik heb voor de wedstrijd gekeken, aantal doelpunten tegen staan we op plek 9 en aantal doelpunten voor staan we helaas onderaan. Nou, dat is een beetje de crux van dit seizoen tot op heden. Laten we hopen dat daar een kentering in plaats gaat vinden en dat we makkelijker en meer een doel gaan vinden, waardoor we ook meer wedstrijden kunnen gaan winnen. Ja, nu met je winnen, dat geeft wel vertrouwen, denk ik. Ja, maar het vertrouwen was er sowieso ook. Heel de ploeg die had wel genoeg vertrouwen, denk ik. Ook omdat we gewoon hartstikke goed gespeeld hebben de afgelopen weken. Alleen beloonden we onszelf niet goed genoeg. 1 punt tegen NAC, 1 punt tegen Volendam is prima. Alleen er had meer in gezeten. En we hadden gewoon een 3 punten nodig om te stijgen op de ranglijst. Ik weet niet of dat nu gebeurd is, maar je komt wel weer dichterbij naar de plekken waar je uiteindelijk naartoe wil. En daar heb je gewoon 3 punten voor nodig. En dat was het enige wat telde vandaag. Ik ben van verdediging naar het middenveld gegaan. Hoe was het aanpassen voor je? Was u even wennen? Nee, die switch heb ik redelijk snel gemaakt. De eerste wedstrijd tegen Den Bosch was weer even zoeken, weet je, welke posities pak je, dit en dat. Alleen ja, door de week sta je daar ook op de training en dan krijg je het gevoel gewoon weer heel snel weer terug. Die switch is snel gemaakt. Steeds meer spelers zijn terug van de blessure, ja, dat is wel fijn voor een trainer dat al die spelers weer terugkomen. Altijd fijn als je keuzes hebt, altijd fijn als je kunt wisselen, altijd fijn als je gedurende wedstrijden en gedurende de week diverse varianten de revue kunt laten passeren. Dus dat is inderdaad prettig. Kie van Leijsman heeft voor 2 jaar bijgetekend. Ja, dat straalt wel uit dat jullie vertrouwen in hem hebben. Dat hebben we. Desalniettemin denk ik dat we heel kritisch moeten zijn op Jan en Alleman. Dus ook op Kie van. En ik denk dat hij nog op heel veel posities kan verbeteren en moet verbeteren. Maar wij denken inderdaad dat net zoals in Kie van en Ruben Rooske en Trevor David, Dien Gewezen, allemaal jonge gasten die aan het begin van hun profcarrière staan, dat daar muziek in zit. En hopelijk kan hij dat laten zien aan ons. Dankjewel, Klaas. Graag gedaan.